Dit is het nieuws van maandag 25 mei. Met vandaag reactie raadslid op bezuinigingen Hilversum, reportage opening nieuwe sportkooi, 9 ton extra voor poppodium De Vorstin. Afgelopen zondag werd voetbalkooi Het Olivertje feestelijk geopend. Initiatiefnemers voor deze voetbalkooi zijn de Stichting Versa Welzijn, de Alliantie, de gemeente Hilversum en buurtbewoners. Blijf nog wie je bent en ook al zitten tegen koester. Elk moment wat naar regen komt de zon is... Wij spraken hierover met wethouder Jan Rensen. Vandaag hebben we op een feestelijke manier de voetbalkooi geopend aan de Olivier van Noordstraat. Waar heel veel jongeren voor gewerkt hebben dat hij er eindelijk is gekomen. En samen met de bewoners in de omgeving daar hierachter en hier zijn afspraken gemaakt dat er gewoon lekker gevoetbald kan worden. Zodat alle jongeren een plek hebben in de buurt en de ouderen er toch geen last van hebben. En dan kunnen we nu op een feestelijke manier openen. 3, 2, 1. Om 6 uur vond de officiële openingshandeling plaats. Naast deze officiële opening zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Nou, we hebben vandaag een voetbaltoernooitje gehad. We hebben de prijs uitgereikt. Sommige mensen lopen nog met de medaille rond en met de bekers. Ook de wethouder van onder meer jeugd- en cultuurzaken mocht natuurlijk niet ontbreken. We zijn heel druk bezig in heel Hilversum om overal speelplekken en voetbalveldjes aan te leggen. Dus hier aan de Olivier van Noord, maar bijvoorbeeld in Hilversum Noord met de Kruifkoort hebben we natuurlijk aangelegd. Wegenplein zijn we druk bezig om daar een mooie ondergrond te maken. Dus we vinden het van belang dat overal in Hilversum de jeugd gewoon een mooie plek heeft om te voetballen, om te spelen. En daar zijn we heel druk mee bezig. En wat mij betreft gaan we de komende jaren daar hartstikke goed mee door. Voorafgaand aan de opening vond er een voetbaltoernooi plaats voor diverse buurtteams. De buurtbewoners hebben er een waar festijn van gemaakt. Naast de muzikaal optreden werd er ook samen gegeten. En hoe hebben de buurtbewoners de opening ervaren? Ik vind het een buitengewoon geslaagd evenement. Ja. Het is een enorme mooie kooi geworden. Ik hoop dat die jongens er heel veel gebruik van kunnen maken. Nou, als je soms niet mee kan doen met voetbal, dan kan je wel kijken. Dat is heel leuk. Ja, dat we allemaal bij elkaar komen, iedereen. Dat iedereen hier is. Dat zijn mijn buurjongens, daar ben ik trots op. En nu maar hopen op een mooie zomer, zodat er veel gevoetbald kan worden. Het Oosterspoorplein ondergaat opnieuw een metamorfose. Het plein wordt nu het gebied van fietsers en voetgangers. Zij kunnen gebruik maken van de verkeerstunnel. Deze tunnel ligt ruim 4 meter onder straatniveau. Na de openstelling van het station in 1874 heeft het Oosterspoorplein verschillende veranderingen ondergaan. Tijdens de laatste metamorfose kreeg het plein een verkeersfunctie. Nu het gebied voor fietsers en voetgangers bedoeld is, valt deze verkeersfunctie weg. De afgelopen week is duidelijk geworden dat de gemeente komend jaar minder geld van de Rijksoverheid gaat ontvangen. Het gemeentebudget is voor ongeveer 80% afhankelijk van inkomsten uit Den Haag. Vandaag vroegen we raadslid Frans van Os naar zijn mening waarom de gemeente fors moet bezuinigen. Dat heeft te maken met Rijksoverheidsbeleid. Zoals u weet met de kredietcrisis, dat soort toestanden, is het natuurlijk zo dat het Rijk een hoop geld heeft gegeven aan banken, noem het maar op. En dan hebben we minder over voor de provincies, voor de gemeenten. Dus we krijgen gewoon minder geld van de Rijksoverheid. De VVD'er geeft aan dat de gemeente zichzelf in de problemen heeft gebracht door projecten niet uit te voeren. Onder meer de Lieve de Keilaan, Diependaalse Laan en Langgewenst zijn plannen die al lange tijd op de plank liggen. Wat is hier het gevolg van? Verliezen gewoon van 400 euro per persoon, per heel veel summen dus op dit moment. En dat is weggegooid geld. De schuld per inwoner van Hilversum is nu opgelopen tot 2318 euro. Wat zegt dit bedrag? Dat is voor een gemeente als Hilversum is dat veel. En met name zie je dat het de afgelopen vette jaren toegenomen is.
Het was een jaar of vier geleden was het maar 1500 euro en elk jaar neemt dat toe. En dat is buitengewoon onhandig, want in vette jaren moet je sparen. Dat hebben we tegenwoordig wel geleerd, denk ik, in de kredietcrisis. En dat hebben we niet gedaan en we zullen in de komende jaren zullen we moeten bezuinigen en dan zitten we net met een vrij forse schuld. Onhandig. De liberaal heeft veel kritiek op het college van burgemeester en wethouders. Wat zijn voor hem de oplossingen om geld te besparen? Nou, de belangrijkste oplossing, denk ik, is we gaan een paar miljoen minder krijgen van de Rijksoverheid, de gemeenteuitkering zoals dat heet. Als we nou eens voor elkaar gaan krijgen dat we op die grondexploitaties niet meer verliezen, die grondexploitaties liever de kei lang gewenst, et cetera, waar ik het net over had, dan sparen we al 3 miljoen per jaar uit. Verlies wat we dus dan niet meer leiden. En dan hebben we de eerste 3 miljoen verdiend. Dat zou wel heel plezierig zijn. Maar dan moeten we dus heel nadrukkelijk de handen voor ineens slaan en het is met elkaar eens gaan worden. En daar moet het college initiatieven voor nemen. Dat heeft ze de afgelopen 4 jaar niet gedaan. Na de sloop van het Tagrijn in oktober 2008 is op de hoek van de Koninginnenweg en de Schoolstraat begonnen met de bouw van het nieuwe podium De Vorstin. De bouw van dit project gaat opnieuw meer geld kosten. Dit komt door onderschatting en afstemmingsproblemen. Het college van BNW heeft de gemeenteraad daarom om een aanvullend krediet van 930.000 euro gevraagd. Daarmee stijgen de totale kosten naar ruim 10,7 miljoen. De feestelijke opening van De Vorstin staat nu gepland in het voorjaar van 2010. Op donderdag 28 mei is er een speeddateavond in Club Rex. Ben je vrijgezel en in de leeftijd van 20 tot 35 jaar, dan kun je aan deze avond meedoen. Inschrijven kan via de website www.speeddaten.nl. De speeddateavond begint om 8 uur in Club Rex. De vraag van de week. Wat zou u aan Hilversum willen veranderen? De bereikbaarheid. Ik vind echt het eenrichtingsverkeer één groot drama. Ik zou willen dat ze stoppen met het veranderen van de wegen, want je kan helemaal nergens meer komen. We komen hier niet zo heel vaak, maar als we hier komen dan lijkt het heel Hilversum één richtingsverkeer. En voor mij een chaos in ieder geval. Nou, ik ben vandaag voor het eerste keer in Hilversum om te winkelen. En ik ben nog niet heel ver gekomen, alleen maar deze passage. Maar deze passage vind ik al zo mooi. Zelfs Utrecht heeft het niet. Ik kom oorspronkelijk uit Utrecht. Dus ik vind het zo far zo goed. Wij vinden het jammer dat heel veel sommige winkels zijn verdwenen. Nou, het verkeer vind ik heel vervelend. Er staat altijd file en er wordt overal verbouwd en alles. Dus dat is het. Ik vind het een hele prettige stad, hele mooie stad. Dus hou eens op.